Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 47 alweer hier in Italië. Het schiet al aardig op. Heb jij de vorige aflevering gemist? Zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zie jij die video natuurlijk verschijnen met de playlist waar alle afleveringen in staan. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. De laatste tijd gaat het wat langzaam met de abonnees. Volgens mij hebben we een aantal abonnees ook verloren. Dus, maar goed, daar kunnen we niks aan doen. Dat is gewoon de kijkers zijn beslissing. Maar ben jij nieuw? Zeker abonneren voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie op het snelste circuit wat er is in Italië. We zijn dan dus aanbeland bij de kwalificatie. De afgelopen 3 seizoenen wonnen wij hier steeds in Italië. Afgelopen seizoen ook voor het eerst met een Ferrari motor. En seizoen 4 wordt dus het tweede seizoen met een Ferrari motor. Hopelijk zit George Russell erbij. Zou wel heel vet zijn als wij hier een 1-2'tje halen op de startgrid. Einde van onze eerste run in Q1 en dan brengt ze naar een P1 met een 1.18.1. En dat is ook genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Russell op een halve seconde, maar hij heeft op 2 setjes soft gedaan. Interessant. Q2, het gaat regenen. En ik ben er gewoon uitgegaan op de soft banden, omdat switchen naar de intermediates heeft nu gewoon geen zin. De topsnelheid bedraagt hier gewoon 358 km per uur. De druppels vallen op het beeldscherm. En we komen aan bij de laatste bocht in Italië. Hopelijk dat het ons doorbrengt naar Q3, want dat spaart ons weer een setje banden uit. En het is P1 met een 1.17.866. En Sainz naar P2 op 1.4, Hamilton naar P3 en Russell naar P4 op 1.5 seconden. Q3 verloopt dan helemaal in het nat. We rijden op de intermediates. En kijken waar dit ons gaat opbrengen en wat het ons gaat opleveren. Hopelijk de pole position, maar je weet het maar nooit. Sainz zet een 1.29.3 neer, Norris zet een 1.29.3 neer. En wij komen op een P1 terecht met 1.27.242. Russell gaat naar P2. Een schraven 1-2'tje op de startgrid, dat zou wel heel mooi zijn. Q3 is dan weer bijna afgelopen. Nog een minuut en ongeveer 35 seconden op de klok. Hamilton naar P3, Gasly verrassend naar P4. Vorig seizoen was hij hier ook heel snel op. Won hij bijna de grote prijs, maar daar staken wij een stokje voor. Einde van deze run in Q3, paars in sector 1, paars in sector 2. 17e zitten we onder onze eigen tijd, maak daar 18e van. Nee, jawel, 18e, met een 1.26.433 pakken wij de pole position en Russell naar P2, Gasly naar P6, maar we pakken een 1-2'tje op de startgrid, dat is heel goed om te zien. En dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs in Italië, we vertrekken vanaf pole position. En als Russell zo blijft finishen, dan is het kampioenschap nog niet voorbij. Het kan misschien voorbij zijn vandaag, maar ik denk van niet. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 47 in Italië. Welcome back to one of only two countries that has held a race every year since the very first Formula One World Championship in 1950. It is of course Italy, one of the great racing nations. And it's time to get underway for the Italian Grand Prix.
with top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Anthony Davidson joins me again for the race today. Why don't we get things rolling by talking about George Russell? They need fifth or better to ensure they stay in contention for the championship. Anything outside that, and their fate is no longer in their hands. And they can do it for sure, as long as they don't dwell too much on the position. At the end of the day, there's only one way to go racing, and that's to give it everything you've got. Either your best is good enough to stay in the hunt, or it's not. There's no point giving any less than 100%. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Ocon, Lewis Hamilton, and Gasly, Norris, Kvyat, Vettel, and Lance Stroll, Bottas, Leclerc, Alexander Albon, and Verstappen, Perez, Giovinazzi, Kevin Magnussen, and Nyck de Vries, Latifi, Matsushita, Grosjean, and Louis Delatraz. Which of these talented drivers will come out on top today? This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Ferrari dus, de thuiswedstrijd. We moeten een goede wedstrijd dus gaan neerzetten. Een eenstopper, soft, medium, is de strategie. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 47 hier in Italië. Het kan misschien vandaag al beslist gaan worden voor het WK. Daar gaan we dan, want de lampen zijn aan voor de grote race van Italië. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. Wat beter dan George Russell. Die heeft al gelijk Ocon en Sainz naast zich. Die moet hij even zien te verdedigen. En dat doet hij ook gewoon mooi. Remt daar later dan de Fransman Esteban Ocon. En de Spanjaard Carlos Sainz. Het is dan gelijk al geel in bocht nummer 1. Er is iets gebeurd waar wij niks van afweten. Maar het is weer groen. Dus we kunnen weer verder racen. En Russell heeft dan een gat van 17e achter zich. Op ons. Paars in sector 1. Leuk feitje, Russell moet binnen de top 5 eindigen om nog kans te maken voor de wereldtitel. Dat is alleen maar goed. De druk wordt hier ons even te veel en Russell profiteert daarvan, is ons voorbij. Maar wij kunnen hier achterlangs kruisen, hebben een betere exit dan onze teamgenoot. Rijden hier dus via de buitenkant hem mooi voorbij. En weer de leiding heroverd na een slordigheidsfout. Maar het is niet zo erg. Sainz dus naar P3, Ocon naar P4 en Lewis Hamilton naar P5. Die stelde teleur in de kwalificatie. George Russell kan misschien opnieuw een aanval wagen, maar hij zit net te ver weg. Ik moet wel toegeven dat we wel een monster auto hebben gebouwd. Want we zijn nu sneller dan de Mercedes in de Research and Development. Boom. Die zette ook de snelste raceronde neer. Dat is een 1.24.465. En George Russell kan niet aanvallen. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Het ziet al aardig op. Ronde nummer 6 en het gat naar George Russell is inmiddels opgelopen tot 3,5 seconden. Dat is de voorsprong die wij hebben op onze teamgenoot. En dus verwacht ik wel een makkelijke wedstrijd. Hopelijk dat George Russell ook naar het podium kan. Het zou wel mooi zijn, dan halen we weer een 1-2'tje binnen. En dat is alleen maar goed. Groen in sector 1 en 2 persoonlijke verbetering komt er misschien ook aan. Wat betekent dat we ook het snelste raceronde gaan verbeteren. En het gat is al bijna 4 seconden met George Russell. Wat zeg ik, dat is 4 seconden? Nee, ja, dit is nu wel 4 seconden en we zetten de snelste raceronde neer met een 1.21.023. Russell heeft dan een groot gat naar Lewis Hamilton toe. Ongeveer 5 seconden. Dus we rijden gewoon weg van de rest. In ronde nummer 11 zetten we paars in sector 1 neer. Groen in sector 2. Er rijdt een Alfa Romeo de pits in. Die is nu weer naar buiten. Misschien voor een bandenstrategie. Wij duiken in ieder geval naar binnen voor de medium banden. En dat wordt dan onze laatste pitstop van de dag.
krijgen de auto maar net genoeg afgeremd, anders hadden we een 2 seconden tijdstraf gekregen. En George Russell moet nog over start-finish komen. Dat gat is gewoon 12 seconden. En die heeft nu de leiding veroverd. En we gaan dus naar de medium banden. 2,8 seconden. En waar komen wij terecht? We komen terecht op P3. Achter Esteban Ocon en voor Charles Leclerc. Ferrari zal denk ik met gemengde gevoelens naar deze grote prijs terugkijken. Trots omdat wij een virtuele 1-2 in handen hebben. Niet trots omdat het fabrieksteam, Ferrari dus, heel slecht presteert. Ocon kunnen we hier dan al misschien aanvallen. Want we zijn veel sneller, hebben daar helaas een grindpakkie geraakt. Dus daar moeten we voor oppassen dat we dat niet te vaak doen. Anders verliezen wij gewoon de auto. DRS is zometeen geactiveerd, maar hier is het dan al gedaan. Aan die binnenkant gekeken. Daar was gelukkig ruimte. Ocon liet ook ruimte. En P2 is van ons. Paars in sector 2 neergezet. En George Russell gaat zometeen denk ik naar binnen komen. Maar het gat is nu gewoon 8,7 seconden. We krijgen een track limits waarschuwing. Gelukkig blijft het maar bij een waarschuwing. Want Hamilton kreeg er helemaal niks voor in Bahrein. Maar goed, ander verhaal. Teamgenoot is dus naar binnen. En Russell gaat denk ik gewoon naar de medium band. Als ik dat goed zeg. Paars in sector 3 ook neergezet. Dat is goed. Naar welke band gaat Russell? Medium banden. Mooi om te zien. Dus dat is gewoon goed. Die heeft nu 1 ronde nieuwere sets van de medium onder zijn auto gekregen dan ons. En er zijn nog 14 ronden te gaan in de wedstrijd. Einde ronde nummer 13. Paars in sector 1 en 2. Dat gat naar George Russell is gewoon 15,8 seconden. Dat is heel groot. Giovinazzi uitgevallen in de wedstrijd. De thuisheld moet de strijd staken. En we zetten de snelste raceronde neer met een 1:20.068. Giovinazzi staat begin sector 2 stil. En wij komen hem dus zo meteen tegen. We zitten op de helft van de grote prijs. En Jeff zegt, pas op, pas op. Ja, maar niemand kan mij ook inhalen, Jeff. Dus dat heeft toch geen nut. We kunnen weer verder trappen eigenlijk, wat we normaal doen. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. 2 rondjes later en het gat naar George Russell is gewoon 18 seconden. Het is inmiddels 19 seconden geworden. We hebben gewoon bijna een hele pitstop gewoon voorsprong op ons. Safety car is er. Wat is er gebeurd? Ik schrik hier in één keer van. Ocon is uitgevallen in de wedstrijd. Esteban Ocon staat stil. Maar waar staat hij stil? Dat kan ik niet zien. 0 punten voor de Fransman. Wij moeten de Delta gaan respecteren. En ik denk dat we gewoon naar binnen gaan voor een verse set softbanden. Want er zijn dan nog maar 10 ronden te gaan in de wedstrijd. En we komen denk ik gewoon voor George Russell de baan op. Ja, ik zoom wat met de Delta. Om te zorgen dat we voor George Russell gewoon de baan opkomen. Dat mag gewoon. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Tijdens deze safety car fase. Dat gaat ons 13 seconden schelen ongeveer. Dat is wel mooi meegenomen. En de safety car wacht bij sector 1. ...3,1 seconde, kon wat sneller. Russell is nu bij start-finish. En daar is George Russell. Het wordt heel krap, denk ik. Russell is er niet voorbij. En dat betekent dat wij de leiding gewoon behouden. Want Russell mag niet inhalen. Met nog 10 ronden te gaan hebben we een 1-2'tje in handen. En dat is heel mooi. De safety car is dus weer aan het rijden, want hij wachtte op ons. En wij moeten dus nu Bernd Mailänder gaan volgen.
Bottas en Hamilton hebben geprofiteerd. 3 en 4. Maar Russell neemt denk ik wel een voorsprong mee op Valtteri Bottas voor P2 in het klassement. Het is ronde nummer 18 alweer. En de safety car duikt naar binnen. De lampen gaan uit bij de zilveren Mercedes. En wij mogen nu het tempo gaan bepalen in de wedstrijd. We doen het gewoon lekker rustig aan. Hamilton op die harde banden. Ik denk niet dat hem dat goed gaat doen. Want Sainz zit daarachter op medium banden. Volgens mij heeft de rest ook allemaal medium banden eronder laten schroeven. Dus ik denk dat Lewis Hamilton verder en verder terugzakt. Maar dat is alleen maar denken. Niet de waarheid. Wanneer gaan wij weer op ons gas? We doen het rustig aan bij Parabolica. De laatste bocht in Monza. Russell heeft een achterstand van 15e. Is niet zo wakker. 16e is het nu na George Russell. We doen het heel rustig aan. En dan in één keer uit het niets op ons gas. En het is nu. En heeft Russell dat verwacht? Nee, Russell heeft dat niet verwacht. Russell zit te slapen. En het gat is gewoon 15e geworden. En er zijn nog maar 1200. Sorry, er zijn geen 1200 te gaan. Wat zeg ik nou weer? Er zijn nog maar 8 ronden te gaan in de wedstrijd. Het is daar geel in sector 1. Er is iets gebeurd. Maar dat boeit ons helemaal niet zoveel. Russell heeft een gat van 16e naar ons. We zijn ook 16e langzamer. Goed, toevallig is dat. Maar we pushen als een gek. Overtakeknop gaan gebruiken, adviseert Jeff. We zitten aan het einde van ronde nummer 20. Russell heeft een achterstand van 4,5 seconden op ons. En wij noteren dat snelste raceronde. Met een 1:19.285. 4,7 seconden is het inmiddels naar George Russell. 4,8, 4,9 en het is gewoon 5 seconden geworden. Kijk eens aan. Mooi, 5 seconden los van George Russell. Daardoor verliezen wij wel de concentratie, want ik keek gewoon naar het gat. Er zijn nog maar 6 seconden te gaan, hè. Het schiet al echt enorm op. En dat is gewoon heel fijn om te zien. Dan gaan we ze opmaken voor een lastige grote prijs in Singapore. Russell heeft een achterstand van 8,6 seconden. George is behind you. Our gap behind is 8.3 seconds. They're on old mediums. Their tires are 9 laps old. The time last lap was a 1 minute 22.1. 9 ronden oude mediums onder de auto van George. Interessant. Die zijn ook niet naar binnen geweest tijdens die 70 fase. Giovinazzi? Nee, dat is Alexander Albon. Ik dacht even dat het Giovinazzi was. Ik denk, hé, hoe kan dat nou? Maar het is Alexander Albon die uitvalt. We hebben een VSC, een Virtual Safety Car. 2 safety cars tussen aanhalingstekens gewoon vandaag in de wedstrijd. Albon staat stil en in rechte stuk. Bij start-finish. De delta moeten we gaan respecteren. En het leuke van de VSC is, je weet maar nooit wanneer die afloopt. Oftewel, eindigt. En stel je bent helaas de Sjaak, dat hij nu in één keer aan het eindigen is en je hebt de delta in het rood, dan krijg je gewoon een tijdstraf. Wat gewoon pijnlijk is. Virtual Safety Car aan het eindigen. En we kunnen weer racen in Italië. Er zijn nog maar 3 ronden te gaan in de wedstrijd. Het is daar geel vanwege Alexander Albon, staat daar stil aan de linkerkant op het gras. Maar goed. 3 uitvallers dus. Albon is er één van. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Het gat naar George Russell is gewoon 13,7 seconden. Dat is nu wat weer aan het krimpen, omdat de softbanden het denk ik gaan begeven. We gaan nog pushen als een gek om misschien ook dat snelste raceronde te verbeteren, zodat we ja, steviger dat extra punt pakken. 16.000ste langzamer.
En Russell gaat denk ik een 1-2'tje binnenhalen. Wij gaan een 1-2'tje binnenhalen. George Russell en ik. Alweer in deze My Team Career Mode is het weer een dubbelfeest. In Silverstone was het een 1-2'tje. In België was het een 1-2'tje. Hier in Italië wordt het een 1-2'tje. We nemen gewoon verder afstand van Mercedes in het constructeursklassement. Dit is gewoon de wedstrijd die we moeten hebben. Fantastische wedstrijd dus. Vanaf pole vertrokken. Klein foutje gemaakt in het begin, maar dat geeft niks. We komen bij de laatste bocht aan en gaan winnen hier in Monza. Voor de vierde achtereenvolgende keer. Een record voor ons. Want dat is nog nooit eerder gebeurd. En dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Singapore. Congratulations. Here we are then, a thoroughly deserved win in Italy after another excellent Grand Prix. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. De raceuitslag van de grote prijs van Italië. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook een snel resultaat punt. Onze teamgenoot George Russell finisht op P2, Bottas naar P3. En wij zijn als enige finisht met een tweestopper. Russell krijgt Driver of the Day. En Bottas krijgt ook Driver of the Day. Interessant. En drie uitvallers, Albon, Ocon en Giovinazzi. In the Constructors Championship, the current leaders continue to extend their lead at the top. 97 punten verschil naar George Russell. En gewoon bijna 130 punten verschil naar nummer 3, Valtteri Bottas. 213 punten verschil naar Mercedes. McLaren pakt Red Bull. Dat is, ja, leuk om te zien. Nou, de grote prijs van Italië zit er alweer op. Dit was dus deze aflevering, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan zeker met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageren wat er verbeterd kan en moet worden. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam zijn in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ik ga verder in Singapore.